En het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP heeft haar COVID-19 maatregelen verscherpt. Dit naar aanleiding van het aantal toegenomen COVID-19 gevallen. Het aantal actieve cases staat per vandaag op 18. AZP benadrukt in een persbericht dat op de polyklinieken alleen spoedgevallen zullen worden behandeld. Daarnaast benadrukt het ziekenhuis dat een patiënt slechts toegelaten wordt na het maken van een tijdsafspraak. Zij wordt dan 15 minuten voor de afspraak toegelaten tot het terrein. Ook het bezoek aan patiënten in het beddenhuis wordt teruggebracht naar 1 persoon per keer. In de ochtend is het niet meer mogelijk een bezoek te brengen aan het ziekenhuis. Bezoeken kunnen alleen door de week en wel in de middaguren, in het weekend en op feestdagen. Het AZP doet een beroep op de gemeenschap om de spoedeisende hulp slechts te bezoeken voor spoedgevallen. Indien er vragen zijn, kan er gebeld worden naar de 019-hulplijn. Voor griepklachten kan men bellen op 178.